Salaam alaikum, lieve klas van de basisschool Younes Emre. Het is Ramadan, de mooiste maand van het jaar. Zoals jullie weten gebeurt er heel veel in deze maand. Wij vasten, ontvasten gezellig met de familie, reciteren extra uit de Koran, verrichten ook extra gebeden. Maar er is nog één ding heel erg belangrijk. En dat is het helpen van de armen en de weeskindjes. Zolang jullie deze weeskindjes helpen, zal Allah subhanahu wa ta'ala je helpen met alles wat je doet in je leven. Je vraagt je natuurlijk af, hoe kunnen we de armen en de weeskinderen helpen? Gelukkig bestaat Stichting El Yatim. Stichting El Yatim helpt de weeskinderen. Een weeskind is een kind waarvan de vader is overleden. Daardoor is er niemand meer in het gezin die bijvoorbeeld kan werken en boodschappen kan doen. Deze kinderen hebben vaak weinig tot niks te eten. Hebben geen speelgoed en weinig kleding. Er zijn kinderen die het erg koud hebben in de winter, omdat ze niet genoeg kleding hebben. En of zelfs lopen op sandalen. In de huizen waar de weeskinderen wonen zijn vaak gemaakt van bamboestokken en plastic. Kinderen kunnen niet naar school, omdat de moeder moet werken en de kinderen op broertjes en zusjes moeten passen. Of de wat oudere kinderen moeten zelf gaan werken. En of op straat geld bedelen. We hebben een hele leuke en makkelijke manier gevonden om de weeskinderen te helpen. Jullie krijgen van jullie juf of meester deze spaarpot. Het is de bedoeling dat jullie samen met de klas geld gaan inzamelen en sparen voor de weeskinderen. Het geld stoppen jullie natuurlijk volgens hierin. Het gaat er natuurlijk niet om dat jullie denken van hé, ik heb maar 5 of 10 cent, dat is toch veel te weinig. Nee, het gaat om dat je je best doet voor de weeskinderen. Jullie papa en mama mogen ook gewoon meedoen. Aan het einde van de maand is het de bedoeling dat jullie samen met de klas het geld gaan tellen en gaan verzamelen. Het geld mogen jullie vervolgens bij Stichting El Yatim inleveren. Tijdens natuurlijk het Eidfeest, want wij zullen er ook zijn. Later zal Stichting El Yatim het geld meenemen naar Marokko. Ze zullen het geld persoonlijk aan de weeskinderen geven. De weeskinderen waarvoor jullie het geld hebben gespaard. Hoe wij dit gaan doen, krijg je natuurlijk te zien in een hele leuke filmpje. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala jullie bijstaan en helpen gedurende deze prachtige maand. We zien elkaar tijdens het Eidfeest. Doe je best. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Dank je wel, Stichting El Yatim.